sieraden. Ze liggen niet alleen te blinken in juwelierszaken, maar ook in goedkopere varianten in allerlei andere winkels. Bij de duurdere sieraden gaat het om handwerk. En vooral een uniek sieraad op aanvraag vergt veel precisie. Hoe lang bent u gemiddeld bezig met het maken van een sieraad? Dat ligt er helemaal aan wat voor sieraad het is. Recht toe, recht aan, strakke ring. Ja, dat doen we zo'n 3-4 uur over, zeg maar. Dat ligt er even aan, maar het ligt ook aan de dikte, ligt aan het materiaal, ligt aan de afwerking. Het zijn allemaal dingen die meegenomen moeten worden. Stel, je komt iemand, hoe vragen ze dan een ontwerp aan? Mensen kunnen heel open hier naar binnen komen, dat ze rondkijken in de winkel en dan kijken wat wij doen, wat wij maken. En op die manier dat we daarmee in overleg met iets komen. Wat mensen ook kunnen doen is, als zij plaatjes ergens van hebben of ze kijken op internet of ze zien zomaar iets buiten en je maakt er een foto van. Daar kunnen wij ook gewoon al verder mee. Als mensen er gewoon maar een beetje met vormen komen, dan kunnen wij daar al op door. En daarmee kun je gewoon hele mooie sieraden maken. Hele bijzondere sieraden die gewoon uniek zijn. Opdrachten waar bijvoorbeeld oud goud in verwerkt is. Dat zijn gewoon altijd bijzondere dingen. Want vaak zit daar wel een emotionele waarde aan het goud. Is van ofwel van opa en oma of van ouders gekomen. Om dat te verwerken, dat is gewoon bijzonder. En je weet gewoon dat het belangrijk is voor die mensen. Op het moment dat mensen hier gewoon blij met hun nieuwe sieraad naar buiten lopen, dan is dat gewoon super.